Gezond eten. Wie weet nog wat dat betekent? Het lijkt wel of iedereen specialist is. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft daarom alle zekere kennis over gezonde voeding samengevat in de voedingsdriehoek. Met oog voor het milieu, zodat ook onze achterkleinkinderen gezond en lekker kunnen eten. De driehoek rangschikt al wat we eten volgens het effect op onze gezondheid en het milieu. Van gezond tot te vermijden. Zo willen we je bewust maken van je voeding en motiveren met gezonde en milieuvriendelijke eettips. Drink vooral kraanwater. Meer dan de helft van je lichaam is water. Daarom staat het bovenaan. Je kan niet zonder. Water is sowieso de beste dorstlesser. Kraanwater is de beste keuze voor het milieu en van uitstekende kwaliteit. Wil je wat variatie? Neem dan gerust af en toe koffie of thee zonder suiker. Plantaardige producten zijn de basis. Het grootste gezondheidsvoordeel haal je uit de donkergroene zone met plantaardige voeding. Groenten, fruit, volle granen, peulvruchten en in kleinere hoeveelheden ook noten en plantaardige olie. Alles liefst zo onbewerkt mogelijk. Volkorenbrood is bijvoorbeeld beter dan witbrood. Een stuk fruit beter dan fruitsap. Vul matig aan met dierlijke producten zoals vis, gevogelte, melk, kaas, eieren, yoghurt. Dierlijke producten die je niet hoeft te schrappen, maar kleine porties volstaan. Daarom staan ze in de lichtgroene zone. Het zijn producten met een grotere milieu-impact waar we dus zuinig mee moeten omspringen voor onze eigen gezondheid en voor de planeet. Wissel daarom af met plantaardige eiwitbronnen zoals peulvruchten of tofu. Eet niet te veel rood vlees en boter. Rood vlees bevat ijzer en dat is nuttig. En af en toe een beetje boter kan ook geen kwaad. Maar alles in de oranje zone heeft mogelijk ook een ongunstig effect op je lichaam. Bovendien heeft rood vlees, en vooral runs- en lamsvlees, een grotere milieu-impact. Houd deze producten daarom beperkt. Tip? Schep bewust minder oranje op je bord en iets meer groen. Zo werk je stapsgewijs aan een betere balans. Vermijd lege calorieën die vaak erg bewerkt zijn. Koekjes, chips, alcohol, frisdrank. Wie komt er nooit eens in de verleiding? Alleen hebben deze lekkernijen geen enkele waarde voor je lichaam. Ze vullen wel, maar voeden niet. Geniet dus vooral van gezonde dingen. Een tractatie af en toe is geen drama. Maar denk, hoe minder vaak, hoe meer je ervan geniet. Als je eet volgens de voedingsdriehoek, draag je zorg voor je eigen gezondheid en die van de planeet. Benieuwd naar meer? Ga dan naar gezondleven.be. En intussen, gezond en smakelijk eten.